Bies aan tafel is aangeschoven. Ja, gaat bijzonders voor onze gemeente. De eerste vrouwelijke burgemeester, mevrouw Marion Leurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en nu de Lu van Steyn hebben we er allemaal al gewerkt, maar toch stel u even voor de Lu die nog niet weten wie Marion Leurs is. Ja, ik ben Marion Leurs. Ik ben 51 jaar getrouwd. Moeder van een dochter, Ingeborg, 22 jaar. Ik ben geboren in Partij Wittem, dus ik kan ook gewoon plat. Dat hebben de meeste lui ook al gehoord. Ja, ik heb eigenlijk een beetje door het land gezworven tot nog toe gewoond en gewerkt. Hoge Zandsappenmeer in Arnhem, gemeente Landgraaf, toen naar Bronsum. Tussendoor wethouder geweest in Gulpen-Wittem, ja. Nu raadslid. En ja, vanaf donderdag de trotse burgemeester van de gemeente Steyn. Ja, nu gewoon nog even gans terug, want hier komt uit een mijnwerkersgezin. En dan wordt het zo dat hier eigenlijk bedoeld wordt dat je hier gewoon een gezin ging stichten en verder ja, het huishouden en zo. Ja, en dat heb ik ook wel, die vergelijking heb ik ook getrokken in mijn installatiespeech. Ik ben van nature toch wel een strijdbaar persoon. En ik hou zo graag van dat. Ik wil ook gaan studeren en ik wil ook een aantal dingen doen. En alleen het feit dat ik ja, toen meisje natuurlijk ben, dat het betekent dat ik niet een opleiding mocht volgen. Ja, daar heb ik me wel tegen verzet. En ik heb daarin ook de parallel wel getrokken naar ja, de typering die gebeurt in het boek van de stiefkuppige maaskansers, strijdbaar volk. En ik denk, nou goed, ja. Die strijdbaarheid, ja, die herken ik ook wel bij mezelf. Dus ben goed studeren en ben vervolgens gewoon een aantal dingen gedoe van die dag, die vind ik gewoon leuk om te doen. Tot en met ja, het verhaal donderdag, de installatie. Ja, en ja, misschien een vraag ook gedaan, dat al wel al weet, maar wie wordt dat donderdag? Ja, we worden donderdag. Ik zou dat twee woord voor willen gebruiken. Indrukwekkend en overweldigend. Ja. En indrukwekkend, ja, het moment waarop die gouverneur zich beëdigt. Waarop ze ook toch de ambtsketen omkrist, moet zeggen. Dat is toch ja, een heel bijzonder en speciaal moment. En overweldigend eigenlijk, want ze ziet wie druk het wordt. En ja, wie veel lui die toch komen feliciteren. Die welkom komen heesje. Ja. En dat is wel voor mij, als voor mijn man en mijn dochter, ja, is dat, wordt dat super geweldig. Heeft dat ook gezorgd dat je je ook al welkom voelt in onze gemeente nu? Nou, dat voelde ik eigenlijk al eerder. Ik heb het ook aangegeven op het moment dat de voordracht komt door de raad. Die wordt unaniem. Dat is wel mooi. Mm-hmm. Want dan komen ze toch, ja, met ze gedragen in ieder geval door de hele raad. En dan kom ik meteen het verzoek achteraan van, wil ze naar Steyn komen, want vergeet dat ik hier welkom. En ik ben er aangekomen en ja, er staat zeg maar, de afvaring van collegeboete, er staat voorzitter van de vertrouwenscommissieboete. En dan loopt ze ja. Naar binnen en dan beginnen de raadsleden van zich te applaudisseren. Terwijl eigenlijk ja. Hebben ze nog helemaal niks gedaan. Nee, soms ja, komen ja, ja. Dus ik hoop dat ze nog heel veel blijven applaudisseren. En dat is natuurlijk gewoon super. Ja, over die raadsleden gesproken. Een van uw zinnen in de toespraak waren ook van kennismaking niet op het bureau, maar op bijzondere plekken. Ja, wij rijden ze gaat van verzin geen raadsleden, maar we willen toch wel een bijzondere plek laten zien, onze studio. Want dat is toch een plek waar je denk ik wel dekker zult langskomen in als burgemeester van Steyn. Ja, laat ik het hopen dat ik heel veel nuut en goede dingen voor Steyn te vertellen heb. En ik heb ook net gezegd, dit is ook een super locatie wat we hebben. Ik ben eigenlijk niet gewend in een lokale omroep ja, zo groot gefaciliteerd zet. Ik ja. Begreep ook dat ik heel veel zelf heb gedaan. Ja. Dus ja, daar mag ik er trots op zien. Dat zijn we ook zeker. Over die bijzondere plekken gesproken, wie zit je erop gekomen? Om dat te doen in plaats van op kantoor? Nou, ik ben een mensenmens. Ik vind ook dat ze, wanneer ze ergens begint, nu en zeker als burgemeester, ja, dat ze contact moest maken met de gemeenschap en ook met de lui die daar wonen. En dat deed ze niet op het gemeentehuis achter het bureau. Dus voor ja. Mij is het ook een signaal naar de mens van Steyn toe, van, dat ik een burgemeester wil zien die zichtbaar is in die gemeenschap en de ogen oor had voor zaken die hij speelde. Ja, ja. Daar leek ook mijn accent. Ik denk, mens tussen de mensen, dat heb ik ook in mijn toespraak gezegd. En met flair, maar zonder franje. Ja.
En nu ga ik weer even terug naar uw gezinssituatie. Je hebt een dochter. En ja, je hebt een leedje voor ons. Je vraagt altijd aan onze gasten of ze een speciaal leedje willen. Heeft dat ook met uw eigen dochter te maken, het leedje? Ja, ik heb... Wie die vroeg kwam vandaag, van welk leedje. Toen dacht ik van nou, donderdag was voor mij een hele bijzondere dag. Ik denk dat ik mag zeggen, een van de mooiste in mijn leven. Maar heel eerlijk, de allermooiste dag in mijn leven, bleef toch de geboorte van Ingeborg. Dus vandaar ook dochters. Plus dat ik ook heb beloofd hem dat ik heel hel werk, maar ook af en toe toch nog een beetje tijd voor hun blijf hebben. En dit is ook eigenlijk naar Ingeborg toe, een signaal van Ingeborg. Stijn is super mooi, maar doe blijft het allerbelangrijkste in mijn leven. En ik zal er ook op laten dat ik ook af en toe voor dit gebiedje tijd blijf houden. Kiek, belangrijk, moeder en burgemeester. Hier is Marco Borsato met dochters. Ja, Marco Borsato met dochters, speciaal voor Ingeborg, de dochter van onze nieuwe burgemeester. En ze zit nog hier aan tafel. Ja, als burgemeester moest een beetje in bij de gemeente gaan horen. Zit je al op zoek naar een woning? Nou, we zijn in ieder geval aan een aantal plekken goed kijken. Maar goed, het is natuurlijk voor ons op dit moment een beetje moeilijk om echt een... Gans groot overzicht te creëren, want dan komen ze een plek en die denken ze, vind ik mooi. En dan riet ze 2 kilometer verder en dan denken ze, oh, dat vind ik ook mooi. Ja. En daarna moest ze natuurlijk ook proberen in eerste instantie die eigen huis te verkopen. En zetten ze dat met 2 woningen. En dat is dan niet de bedoeling, dus ja. Nog even afwachten. Even afwachten. Ja, ja, de gemeente Stijn, hier zit nu pas eigenlijk van donderdag hier. Heb je wel al gezegd van, je kent het me wel gewoon bevallen. Nou, dat hangt natuurlijk aan de voorkant. Hè. Aan de voorkant, zeg maar, voordat ik überhaupt er brief op de bus doen. Ja. Zelf natuurlijk wel eens, sowieso eens rondrijden. Ja. Want ik heb allemaal gezegd, kijk, ik werd de burgemeester van Stijn. Maar ja, mijn gezin moet zich natuurlijk toch heen kunnen voelen. Want ja, als het toch goed gaat, dan gaat het zichzelf goed. En dan, ja, dan maakt het niet uit of ze om 10 uur heen komt of om 12 uur heen komt. Dat is net allemaal net gemakkelijker. Ik heb natuurlijk een aantal dingen gelezen van Stijn. Ja, goed, en de indruk is in ieder geval dat het een, ja, een kern is met een heel rijk verenigingsleven. Ja. Dat is me ook wel donderdag gebleken. En ben ludig in het hart sleten, volgens mij, dan sleten ze zich ook goed in het hart. Tenminste, dat is mijn gevoel. Ja, en dat is een beetje het gevoel qua verenigingen zo. En op politiek gebied, wat zijn daar je verwachtingen? Ja, dat voor met elkaar in ieder geval een aantal zaken moeten oppakken. Stedelijk in de profiel staat heel duidelijk omschrijven. Van de nieuwe burgemeester werd verwacht dat in ieder geval zeg maar, de samenwerking tussen raad, college, ambtelijke organisatie, ja, dat toch in ieder geval dat ter hand werd genomen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat toch in ieder geval voor mij wel een uitdaging ligt. Ja, en wat mogen de lui van u verwachten? Je bent net al een mens tussen de mensen in. Zijn er meer dingen waarop lui kunnen zeggen van, over een jaar spreek ik toch baan als je dat niet doet bijvoorbeeld? Ja, dat is altijd een hele mooie. Nou, wat ik in ieder geval wil is Stijn op een positieve manier op de kaart zetten. Dat kan ze natuurlijk op een aantal manieren doen. Hè. Het gewoon goed geeft op het politieke vlak. Het heb er net al aangestipt. Ja, dan komen ze natuurlijk ook op een hele positieve manier, denk ik, in het nieuws. Ik denk, wanneer ik kijk naar een aantal zaken die moeten gebeuren. Ik pak alleen het hele verhaal van het, ja, het hart van Stijn, werd genoemd, het centrum. Ja. Denk ik, ja, ben voor een aantal zaken goed over de buurt brengen. Ja, dat zijn toch ook belangrijke dingen. Dus dat zijn in ieder geval zaken van ik denk die... ja, daar wil ik wel de kar in goed trekken. Ja, want je weet de vorige burgemeesters dat gevraagd van wil ze een kar trekken of een de achteroplup. Is dat bij jou ook dat je echt de kar trekt of loop je achterop? Nee, ik ben geen type voor achterop te lopen. En dat is gewoon ook de bedoeling van de gemeente. Ja, dat, ik ben wat dat betreft wel een kaarttrekker. Kijk, dat best als burgemeester niet op alle gebieden Nederland. Want dan heb je natuurlijk ook een raad, dan heb je een college. Laat ook helder zien, dan moest natuurlijk wel ook angeluur ruimte geven. Dan moest toch niet je krengen voor de veut gelopen. Maar ik heb ook gezegd, ik ben boegbeeld. En dat betekent het visitekeertje van Stijn. Wat ik enthousiast en op een goede manier wil uitdragen. En ik ben baken en dat betekent ook die rol van die burgermoeder.
dat ze ook punt van rust bus en met lui vreugde, maar ook verdriet deels. Ja, en je hebt nu inderdaad over een paar taken die ug te wachten staan. Wat kun je precies in uw portefeuille? Blijft dat hetzelfde als de vorige burgemeester of wordt dat nog gewisseld? Nou ja, in principe liegt dat vast. Dus je hebt zaken nu tijdelijk overgedragen naar collegeleden, omdat ja, er wordt een waarnemend burgemeester. Hmm. Dat is een van de eerste dingen wat we ook moeten doen. In het college waar even kijken van oké, we gaan voor dat weer heng en veut geven, maar het zal niet zo zijn dat nu plotseling allerlei zaken ja, naar mijn portefeuille komen of plotseling allerlei dingen naar wethouders gaan. Kijk, de burgemeester had natuurlijk sowieso een aantal taken die niet over te dragen zijn. Want het staat over openbare orde en veiligheid, dat huurt gewoon bij de burgemeester. Ja. En daar zit bij mij dan ook bijvoorbeeld handhaving bij. Dus het zal denk ik voor 98% gewoon hetzelfde blijven wie op dit moment. Ja, en dan heb ik tot slot nog een vraag. Ook uw toespraak. Stijn wil je zien, maar bovenal ervaren heb je erachter gezet. Ja. Ja, waarom? Ja, waarom? Ja, wens ik het zie, maar de ervaren ze het niet. En dan has het volgens mij ervoor ja, dat het hoofd het wel ziet, maar het hart het niet vult. En volgens mij, want hoofd en hart bij elkaar komen, dan zie ze. En de ervaren ze. En volgens mij is dat ook wat de Lui en Stijn, hoop ik tenminste, ook van hun nieuwe burgemeester verwachten. En wat ik ook wel uitstralen. Ja, nou, ik denk dat we hier een zeer enthousiaste burgemeester hebben zitten. Waar ik heel veel succes mag wensen in de loopbaan. En we komen over een tientje natuurlijk gewoon voor u vragen of het nog beveelt. En of we dan nu uw verwachtingen voldeed, Ian Stijn. In ieder geval bedankt voor uw komst. Ja, en daar bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan.